video. En vandaag ga ik de kruidvatzak testen. Eindelijk. En ik heb ze hier eventjes uit de zak gehaald. Kijk maar. Voor de mensen die de vorige video hebben gezien. Nee, ik kom niet met de chocolademelksmoes. En deze heb ik gewoon bij het kruidvat gekocht. Ik ga aan jullie laten zien hoe ze smaken en zo. Dus ik ga ze testen. Ik ga zeg maar met mijn ogen dicht eentje aanwijzen en die ga ik dan proberen. En het wordt de slam. Ik ben hier best bang voor, want ik haat slangen. Zoals de kinderen uit mijn klas wel weten. En dit is hij. Hij is roze met zwart. Roze. Oh. En oranje. En hij voelt best zacht. Kijk maar. En ik wil hier iets mee doen. Lekker niet. Oké, hij is niet super zacht, want... En nu ga ik zijn kop of zijn staart. Ik ga zijn kop doen. Sorry, slangetje. Ha. Ijshak. Ha. Hij is heel erg hard. En best lastig om door te bijten. Maar best lekker. Hij smaakt een beetje naar een soort van aardbei yoghurt in een snoepjesvorm. En dan ga ik nu de volgende doen. En dat is... Dat wordt... De tennisballen. Nou, dit is een tennisbal. Hij is gewoon geel. Hij heeft ook van die lijntjes. En hij is best hard. Moet je me horen. En hij ruikt naar... Niks. En dan ga ik hem nu proeven. Ik ging met mijn tong er langs. En het is best zoet. Haak. Oké, dit had ik echt niet verwacht. Gewoon zo is hij keihard. Maar eenmaal in je mond wordt hij super zoet. En zacht. Like. Even een slokje. Helemaal klaar. En nu gaan we deze. Oh shit. Ik weet zelf niet meer wat dit is. Maar het is een wit snoepje. En binnenin is hij rood. En er zit een soort van poedersuiker op. Dus ik ga maar proeven. Hij is best zacht en smaakt naar, dat middelste smaakt naar aardbei. Oké, alleen het buitenste? Oh. Dat buitenste is dus een beetje zuur. En het binnenste, dat is de aardbei. Maar ik vind het wel lekker. Lekker! Verder met de volgende, alsjeblieft. Heb ik nog gehad. De mouse. Muis. Kijk. Het is een gewone muis. Met een lange staart. Dit voelt net zoals de slang. En dit is een soort van gummybeer-achtig. Ga ik staart proeven. Dit is echt de textuur van gummybeers. Best zoet, maar lekker. Het is een staart, krijgt een like. Nu is je kop. Het is je kop of de kont. Maar hij gaat er gewoon aan. Sorry muisje. Dit is hetzelfde als de slang. Ik weet niet waar het naar smaakt. Maar het is gewoon heel erg lekker. Heb ik er volgens mij nog maar één. Die heb ik gehad. Die en die. Ik heb er nog maar één. En dat zijn de fruitgum. Woehoe!
sinaasappel, meloen en citroen. Citroen lijkt me heel erg zuur en aardbei heel erg fruitig. Dus ik ga de citroen en de aardbei. En die andere komen later. Ik zet het schaaltje ook even aan mijn kant. Dit, de citroen. En de aardbei. En dan heb ik ook nog de mandarijn. En een bloem. Ik ga beginnen met de citroen. Thanks, mijn succes. Oh. De binnenkant is gewoon wit. Maar dit is zout of zo. Heel erg. Gadverdamme. Deze smaak in mijn mond. En nu de zoete aardbei. Hoop ik is hij ook zoet. Ik wil geen zuur. Wat? Oké, hier zit ook zuur in. Maar van de binnenkant is hij helemaal rood. Best lekker. Nadat het zoete weg is, zoute weg is. Hoe langer je doorkoudt, hoe meer kauwgom het wordt. Dat is echt heel gek. Ik ga de video afsluiten. Als je dit een leuke video vindt en als je het zielig vond voor muisje die ik had moeten doden, geef deze video dan een duimpje omhoog en abonneer nog op mijn kanaal. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Doei! Daar had ik zin in.